Stefan, hoe was de huldiging? Ja, heel gaaf. Gewoon een zaal vol hossende mensen die gewoon hier meeleven en enthousiast zijn over wat je hier presteert. Dat is prachtig. Ik heb het een paar keer gezien in Turijn en in Vancouver. En het is beter om zelf de podium op te mogen in plaats van te kijken. Het is ook leuk als je ploeggenoten goed doet, maar het is nog mooier als je er zelf op mag staan. Hoe is het om Olympisch kampioen te zijn? Het is heel bijzonder. Je kent Nederlands kampioenschappen en wereldkampioenschappen de hele toestand, de hele reeks, wat je allemaal achter elkaar gebeurt. Maar het blijft echt onwerkelijk inderdaad. Ja. Het blijft heel gek. Ja. Was je onzeker door die val op de 500 eigenlijk? Nee, echt niet. Ik dacht van, ik kan gewoon starten. Ik ben een keer eerder gevallen op een wekensprint in Moskou, op een vrij belangrijk moment. En nu? Maar ik weet ook, de meerdere deel van de starts val ik niet. Dus waarom zou ik nu dan wel gaan vallen? En vanochtend ging mijn start gewoon prima, proefstart. Ik heb er ook niet al te veel heisa van gemaakt. Gisteren hebben we helemaal geen starts meer geoefend. Het is gewoon het beste, gewoon geen gelul. Gewoon weer aan de start gaan staan en bam, gaan. En je kan er een hele toestand van maken dat er van alles niet goed is. Maar dan ga je het juist complexer maken en dan wil het juist niet meer op een gegeven moment. Dus ik ben nu gewoon gaan staan en het ging gewoon, ik was weg. Gaan we je nog een keer terugzien bij de huldiging voor de 1500? Ik denk dat je met een heleboel mensen rekening moet houden. Dus ook met mij, maar ook met Mark. De 1500 is helemaal een onvoorspelbare afstand. Er zijn gewoon heel veel mensen die daar kunnen uithalen en die daar kunnen winnen. Dus dat maakt het ook mooi. De meest uitgesproken favoriet zijn denk ik wel Shani en daarna misschien Koen. Mark misschien met zijn 1500 op het OKT. Maar het is niet zo. Er zijn daar heel veel mensen die kunnen winnen.